Fred en Saan zijn twee vrijwilligers die met hart en ziel hun werk bij Bawolli uitvoeren. Ik ben Saan Kastelein, een dochter van de melkboer, waar ik heel trots op ben. En ik heb wel wat winkelervaring, want ik heb ook altijd thuis in de winkel gestaan. Ik ben Fred Rus. Zit sinds 7, 8 jaar bij Bawolli. Ben begonnen op de Maarsebroekse Dijk. En 6 jaar geleden is dit winkeltje geopend. En sinds die dag ben ik hier. Komt er heel veel werk bij kijken? Heel veel. Vooral op de woensdag, dan ben ik dan de hele dag. Je bent de hele dag met de kleren bezig, want dat is mijn afdeling met ophangen enzovoort. En uitzoeken en wat weg kan en wat naar de volle kan. En dan nog wat er allemaal binnenkomt. Woensdags komt er zoveel binnen van mensen die brengen tassen, zakken vol, vuilniszakken vol. Moet allemaal opgeruimd worden. Merk je ook het verschil dat de inflatie hoger is? En dat mensen daardoor sneller naar de kringloop gaan? Ja, de inflatie merk je wel. Mensen kijken meer en meer in hun portemonnee, wat heb ik uitgegeven. Is er ooit iets bijzonders binnengebracht hier in de winkel? Op zaterdag komt er een meneer met een doos Adidas schoenen. En boos op zijn vriendin. Had ze gekocht maat 41 en hij had maat 46. En wij mochten ze hebben. En dan kijk je, dan zijn het gewoon hele dure schoenen van €300. En dat wordt dan zo hier achtergelaten, verkoop maar aan iemand. Ja, er zitten wel bijzondere spullen tussen. En er zijn ook wel bijzondere mensen tussen. Alle nationaliteiten, alles. Van hoog tot laag, van rijk tot arm. Wat doet deze winkel specifiek voor de dieren? Wij verdienen geld voor de stichting Bawolli. En die zorgt dat het bij dierenwelzijn terechtkomt en natuurgebeurens. En dat is de hoofdmoot van deze winkel. Geld verdienen voor de beesten, voor de dieren. Ik hoorde net Oekraïne voorbij komen. Ja, dat is voor de zwerfdieren in de Oekraïne die achtergelaten zijn. House of Animals samelt daar voedsel voor in. En Karin Soeters, dat is de voorzitter van House of Animals, die zorgt dat het aan de Oekraïnse grens komt. En daar wordt het in de distributie gegeven voor de beesten. Want die asiels die puilen daaruit. Want niet iedereen heeft zijn hondje of zijn katje mee kunnen nemen natuurlijk. En dat loopt allemaal over straat of in het bos. Waar komt de passie vandaan? Dat zit in mijn aard. Nu de dieren helpen. En ik vind het leuk voor mijn eigen om met mensen om te gaan. En niet, hoef je niet thuis te zitten. Er is altijd wel wat te doen als je wil. Wil je dit ook nog heel lang blijven doen? Zolang ik kan, ja. En zolang ik het leuk vind, is ook belangrijk natuurlijk. Wij zijn ernstig op zoek naar een vrijwilliger voor de vrijdag. Voor deze winkel. Krijg je je introductie in Maarsen. Een maand of 3. En dan kan je dit winkeltje gaan runnen op de vrijdag.